is natuurlijk terug op 5 seizoenen RTL Late Night. Daarom is er iedere avond een compilatie gemaakt van verschillende memorabele momenten van het programma. Elke avond met een ander thema. Te beginnen met een van mijn grote passies, sport. Ah. Maar je mag speciaal opblijven vanavond. Ja, omdat ik zit hier. Ik dacht alleen maar, oh mijn god, we hebben brons. Ja, dat was fantastisch. Ik hou echt niet van handbal. Ik vind het echt heel saai. Dit is echt gewoon, dit is lol hoor. Dit is echt dolle. Het maakt helemaal niks uit of je een hele stomme opmerkingen maakt of hele beide handen. Bij de handen pak je die stommetje laten weg. Ik heb vroeger natuurlijk op die houten dingetjes gestaan. Zo'n enorme, raar emotioneel zwaar jaar gehad. Je weet dat je in één keer af kan vallen. En als ik hier wel na 10 uur zit, dan moet ik de gevolgen nemen die daarbij horen. Op het moment dat Bonfire, dus maandag, dat ik hem in heb laten slapen, sluit ik een voor mij een hele belangrijke periode af. Dat gaat niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Er zijn nog veel mooie dingen om te winnen. Sorry, Mr. President, I don't understand the word impossible. Winnaars hebben weinig, hebben geen pijn. Onze wereldkampioen voor de 100ste keer. Hoe hou je dat 1000 meter? Ik vind het alleen leuk om met een auto te racen, maar gewoon normaal over de weg rijden vind ik niet leuk. Tegen de 300, 330. Ja. Hoe lang heb je rijbewijs al dan? Ja, sinds september.